Op de Pasteurweg in Leeuwarden is sinds deze zomer de Noorderbazaar gevestigd. 29 winkels onder één dak. Voor de dagelijkse spullen is er een bakker, groenteboer en slager. Maar er zijn ook andere zaken als een kapper, een beauty salon, schoenenmode, kleding en een bloemist. Een bruisende groep jonge en oude ondernemers met een breed assortiment. Dit is de Noorderbazaar. Er zitten hier 29 hartstikke leuke winkeltjes. Er is van alles en nog wat te doen. Ja, van alles is er eigenlijk. Door de bundeling in de Noorderbazaar, gevestigd in de oude Aldi, versterken ze elkaar. Reden genoeg voor GPTV om daar eens te gaan kijken. Hoe is dit hier zo ontstaan? De meneer van wie deze zaak is, Manuel, die had een zonweringen. En die zag op een gegeven moment dat dit pand leeg was. En toen kreeg hij eigenlijk een soort visioen, een soort droom om dit tot werkelijkheid te maken. Het is eigenlijk een soort klein Beverwijk wat hier geschapen is. U bent halal slager, wat houdt dat in? Halal slager, dat betekent dat hij zeg maar ritueel geslacht is. En dat de dier zeg maar lekker gezond moet zijn. Dat is halal slager. Hoe bent u hier zo terecht gekomen? Hoe ik hier in deze bazaar terecht ben gekomen, dat is eigenlijk door mond-tot-mond reclame zeg maar. En zodoende ben ik hier ook terecht gekomen. Ik heb een eigen groentezaak, dat klopt. Hoe kom je hier terecht? Via een kennis heb ik te horen gekregen dat hier units te huur waren. En toen heb ik mij verdiept in het product wat hier goed zou kunnen lopen. Wat mensen dagelijks nodig hebben. En toen heb ik gekozen voor groenten. Een slager en een bakker zaten er al. En dat zijn toch dingen die je dagelijks nodig hebt. Dus vandaar de groenten ook. Je hebt al een beetje een klantenkring opgebouwd? Zeker weten, ja. Ja, mensen komen allemaal terug en positief. Nou, ik verkoop haarproducten en tassen en ja, van alles en nog wat. En ik doe ook aan haarweven, met vlechten. Ja. Je bent een hele jonge onderneemster. Ja, klopt. Hoe oud? Ik ben 23. Ja. Hoe krijg je dit allemaal voor elkaar? Ja, met een paar hulp van de familie, dus dan lukt het wel. Ja. Wat doe je? Ik ben op dit moment bloemist, zeg maar. Ik ben hier 1 juli begonnen. Daarvoor heb ik 4 jaar ben ik in loondienst geweest. En daarvoor heb ik 16 jaar een ander eigen bedrijf gehad in sieraden. Je zit hier op een prominente plek, hè? Ja, inderdaad. Het is een beetje het aanzicht van de bazaar. En ik ben inderdaad net terug van vakantie. Dus normaal staat de hele portiek vol met planten en bloemen. Ja, baby, baby. Oh, op het eind van de maand iets heel speciaals. Ja, we gaan op het eind van de maand, op het eind van iedere maand, op de zaterdag, hebben we een super zaterdag. En het is nu de bedoeling dat een aantal mensen een modeshow gaan geven. Van kinderkleding en grote mensenkleding. Ja.